Zoals jullie weten zijn er heel veel stomme dingen. Stomme dingen waar we vanaf moeten. Dus het is tijd voor... En nou is het afgelopen! En nou is het afgelopen. Vandaag is het afgelopen met gevaarlijke honden. Je weet wel, van die blaffende spierbundels die bijten en niet meer loslaten. Dat als je ze tegenkomt, dat je denkt... Hey, volgens mij moet ik net aan de overkant van de straat zijn. Dat soort honden. Ik zeg, weg ermee. Kijk, veel honden zijn superleuk. Ik heb er zelf ook één. Dit is Muis. Het is een, een kruising tussen een Deense dog en een molecuul. Superlief. Maar sommige honden zijn levensgevaarlijk. Hier, vorige maand nog. Kindje in Emmeloord doodgebeten door hond. Een paar maanden terug, jongetje zwaar toegetakeld door hond bij kinderspeelbos. Gaby werd bijna doodgebeten door zijn hond. Losgebroken pitbulls takelen hond en baasje toe. En zelfs dierenartsen zijn niet veilig. Agressieve hond komt voor spuitje en verricht laatste daad. Dierenartsassistenten hard gebeten. Ja, het is altijd lente in de vleeswond van de dierenartsassistent. En ik ben dus helemaal klaar met gevaarlijke honden. Je hebt toch gewoon het recht om veilig over straat te lopen. Ga weg. Blijf er lekker op, rotbeest. In Nederland lopen zo'n 2 miljoen honden rond... en een deel daarvan bijt er lekker op los. Elk jaar zijn er zo'n 150.000 bijtincidenten door honden. Dat zijn er meer dan 400 per dag. 400 per dag? Dat zijn cijfers waar zelfs Luis Suarez van schrikt. En die 400 bijtincidenten die halen niet allemaal het nieuws... want het maakt nogal wat uit of je gebeten wordt door een chihuahua met een ochtendhumeur... of door een vechthond, zoals deze American Staffordshire of Amstaff. Die hebben speciale brede kaken waarmee ze extreem hard kunnen bijten. Daar zijn ze op gefokt, bijvoorbeeld om tegen stieren te vechten. Dat is leuk, hè? Leuk. Ja, vandaar ook het woord pitbull of bull terrier. En als dit soort honden eenmaal bijten in de nek van een stier of het hoofd van een peuter... dan krijg je ze niet zomaar weer los. Sterker nog, je kunt speciale stokken kopen om de kaken van je hond mee los te wrikken. Op de plaatje staat ook, I love my Amstaff. Dus herkenbaar. Hè? Ik heb ook een brandwondencreme waarop staat, I love my makkelijk ontvlambare vliespyjama. Dat is... Ja. Ja, dus. Heel blij mee. Maar... Goed. Zo'n hond, als zo'n hondje bijt, is het dus meteen heel erg. Weet je wie ook heel bezorgd zijn over gevaarlijke honden? Plastisch chirurgen. Dat zijn honden die worden gefokt op bepaalde kenmerken... zoals brede kaken, stevige bouw, agressie. En dan heb ik het over zware verwinkingen... dat delen van het aangezicht missen, dat zenuwen worden doorgebeten... geheel of gedeeltelijke amputaties van ledematen. Ik snap wel dat plastisch chirurgen balen. Zij mogen het namelijk allemaal weer gaan repareren als iemands gezicht eraf is gerukt. En straks hebben ze helemaal geen tijd meer voor Monica Geuze. Oké. Sommige honden die brengen dus... Nee, optief. Weg, enge beest. Sommige honden brengen dus veel meer schade toe dan anderen. Maar wat je vaak hoort is, het ligt aan het baasje. Er bestaan geen slechte honden, er bestaan alleen slechte baasjes. En daar zit wat in, hè, want honden zijn bedoeld als gezelschapsdieren... Maar de sterkere honden zijn dus ook gewoon wapens, zeker in verkeerde handen. En dan lijkt het wel heel erg op het argument van de Amerikaanse wapenlobby. Guns don't kill people, people kill people. Precies. Honden bijten geen mensen, baasjes bijten mensen. En natuurlijk is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het baasje... maar net als met pistolen kan niet iedereen goed omgaan met die verantwoordelijkheid. En ook net als met pistolen denkt iedereen van zichzelf... dat hij zijn honden wel onder controle heeft. Maar ja... Hier, check dit. Komt een vrouw aan met 2 honden. Zit daar een kat. Die honden die gaan recht op die kat af. Ja, ik stop hem even hier. Super heftig. Die kat heeft het wel overleefd. Die mevrouw die ligt daar nog steeds. En tuurlijk, er zijn heel veel slechte baasjes, maar dat is niet het enige probleem. Want zelfs professionele hondentrainers kunnen een gevaarlijke hond niet altijd bedwingen. Luister maar naar deze hondengedragstherapeut die vertelt over wat zijn eigen hond laatst heeft aangericht. Aan de overkant van het veld, daar in de verte, kwam een ridgeback aangelopen. Binnen no time stond hij aan de overkant van het veld en heeft die hond opgeknapt met meer dan 25 hechtingen. Dat nog los van de ellende om te proberen om deze hond los te krijgen. Dus voor mij had dat een traumatiserende werking. Ik hoop er nooit meer mee te maken. Dat is heel heftig voor deze meneer, ja. En die hond met die 25 hechtingen heeft daarna niet eens gebeld, hè? Geen telefoontje, geen bloemetje, geen bordje, niks. Dus ook professionele baasjes hebben soms hun hond niet onder controle. En dat is vooral een probleem bij gevaarlijke honden. In Amerika zijn er volgens de organisatie Dogs Bite tussen 2005 en 2019 521 Amerikanen doodgebeten door honden.
En van die dodelijke aanvallen was 2/3 door pitbullachtige, zoals bijvoorbeeld ook de American Staffordshire Terrier en de Staffordshire Bull Terrier. 2/3 van de dodelijke aanvallen. Terwijl dat maar 6% van alle honden zijn. En dan denk je misschien, Arjen, waarom kom je nou met Amerikaanse cijfers? Nou, omdat de Nederlandse overheid het niet goed bijhoudt. In Nederland hebben we vrijwel geen idee hoeveel mensen door honden worden gebeten, laat staan door welke soort. Dus die 150.000 bijtincidenten in Nederland die we net hoorden, dat is een schatting uit 2007. Dus dat is nog steeds het beste cijfer dat we hebben. De plastische chirurgen zijn inmiddels zo wanhopig dat ze zelf maar cijfers zijn gaan bijhouden. En net als in Amerika komen pitbullachtige Rottweilers, Staffordshires het vaakst voor in de bijtop 10. Een mooie vierde plek voor herders. Dat zijn geen vechthonden, maar die kunnen dus ook heel gevaarlijk zijn. Hier, vorige week nog, loslopende herdershond bijt om zich heen in Biggekerken. Meerdere gewonden. Ik denk wel, wat doet zo'n herder in de Biggekerk? Ja, dat is wel een beetje de hond op het spek binden, maar goed. En ja, ik probeer maar een beetje grapjes te maken, maar de plastische chirurgen mogen het dus allemaal gaan oplossen. Waar we naar kijken is een 7-jarig meisje die aangevallen is door 2 honden. Dit 7-jarig meisje werd eind maart heel even alleen thuis achtergelaten met 2 pitbulls. De honden die in een kennel zaten braken uit en grepen het meisje. Nou, voor alle duidelijkheid, ik heb de beelden geblurred, want anders krijg je meekijkende pitbull misschien wel trek in kind. Want kinderen, dat is echt hun lievelings. Uit de cijfers van de plastisch chirurgen blijkt dat 1 op de 10 slachtoffers die zij opereerden een baby was. Bijna de helft van het totaal aantal slachtoffers waren kinderen. Wauw, 1 op de 10 slachtoffers is een baby en de helft zijn kinderen. Dus ja, wat gaan we hier aan doen? En je eerste gedachte is dan natuurlijk, we moeten stoppen met kinderen. Nee, ja. Ik ben blij dat... Ja. Of slechte baasjes verbieden. Maar ja, dat wordt juridisch misschien ook wat ingewikkeld. Dus ik zat te denken, even out of the kennel, misschien moeten we iets aan die gevaarlijke honden doen. Maar ja, kun je die verbieden? Nou, dat is in Nederland al eens een keer geprobeerd. Begin jaren 90 werd de pitbull verboden nadat er in korte tijd 3 kinderen waren doodgebeten. En toch was niet iedereen blij met dat pitbullverbod. David Sterren met de tekst Pitbull aan honden en hun eigenaren en een spandoek trachtte een vergelijking te maken tussen de jodenvervolging en de nieuwe wet tegen pitbulls. Pitbullwet is nog erger dan jodenvervolging. Wat? En ik schrik daarvan, want ik vond de jodenvervolging eigenlijk al best wel erg. En Saskia Dekkers van de NOS stond daar toen middenin. Vechtmachines worden ze genoemd. Bijtgrage honden. En de mensen die hier vandaag in Den Haag bij elkaar zijn, die zijn het daar absoluut niet mee eens. Ja, de week hierna stond ze er met een kruisraket. Dit gaan ze dus verbieden. Oh ja, en die keer met Radko Mladic. De Servische Napoleon wordt die genoemd. Het pitbullverbod kwam er dus toch, maar helaas ging de pitbull-lobby ook door. En in 2008 kwam er een commissie van wijzen. Zou ik niet doen, wijzen. Worden ze agressief van. Maar goed, die commissie van wijzen die zei, het aantal bijtincidenten is gelijk gebleven. En dat klopt, maar dat is niet zo heel gek. Want direct na het verbod begonnen mensen massaal andere gevaarlijke honden te kopen. En die lust ook wel een kleutertje. Maar wat deed de overheid toen, denk je? Nou, andere gevaarlijke honden ook verbieden? Nee, toen is het hele pitbullverbod afgeschaft. En sindsdien is in Nederland geen enkele hond verboden. Terwijl in andere landen zijn gevaarlijke honden vaak wel verboden. Hier, dribbel even mee naar woefwelkom.nl. Dat is een website waarop per land precies staat welke honden verboden zijn. Nou, even kijken. Het Verenigd Koninkrijk verboden honden pitbull. Nou, die ken ik wel. De Dogo Argentino, dat is deze. Dat is een leuk beest. Hier heeft hij net een hele bever naar binnen gewerkt, zo te zien. Dan heb je nog de Tosa, hier rechts op de foto. En de Villa Brasileiro. Die heb ik wel eens per ongeluk gehuurd, een Villa Brasileiro. Ik denk, leuk, hè? Mooi huisje en dan koop ik cabana. Maar nee hoor, heb ik 3 weken met mijn hele gezin in een levensgevaarlijke hond gezeten. Nou, even kijken dan in Portugal. Daar zijn diezelfde honden ook allemaal verboden. Plus de American Staffordshire Terrier en onze grote vriend de Staffordshire Bull Terrier. En in Denemarken zijn diezelfde honden ook weer verboden. Maar ook de Zuid-Russische Ovtcharka. Kijk. Hier, deze. Mooi, Gertje, ik moest een kind doodbijten, want de veld doet het niet. Oké, dus
Dus andere landen verbieden wel gevaarlijke honden. En nee, geen enkele lijst is perfect, want er kunnen altijd weer nieuwe hondenrassen bijkomen, zoals de Bully XL. Die bestaat nog niet zo lang, maar in Engeland hebben ze er nu al genoeg van. De Bully XL zorgt voor onrust en discussie in Groot-Brittannië nadat een video opdook van een losgebroken hond, een variant van dit ras, die een 11-jarig meisje aanvalt. Ja, deze foto is op ware grootte, hè? Okay. In Engeland gaan ze de Bully XL toevoegen aan de lijst met verboden honden. En ja, dan krijg je ook weer de Bully XXXL of de Bully Air Max. En ja, die komen dan ook weer op die lijst. En nog een leuk weetje, in Nederland hebben we ze ook. Ook in Nederland zijn er grote zorgen. Volgens de hondenbescherming is het een kwestie van tijd voor het ook hier misgaat. Kijk, dit is een Bully XL. Amora heet ze, hè? Klopt. Hoe gevaarlijk is ze? Niet. Super. Ja, weet je, ik ben ergens toch niet helemaal gerustgesteld of zo. Maar... Nee, kan niet. In Nederland is op dit moment geen enkele hond verboden. Maar 5 jaar geleden waren we er best dichtbij. Minister Schouten kondigde een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten aan en een fokverbod voor hoogrisicohonden. Dat bestaat namelijk wel. Een lijst met honden die volgens de overheid officieel gevaarlijk zijn, namelijk deze vrolijke viervoeters. Er staan 21 soorten op. Het gaat dan onder andere om alle soorten pitbull, poolies, Cane Corso, Amerikaanse bulldog, boerboel, Tosa, Anatolische herder, Dogo Argentino, Rottweiler, Bull Mastief en alle kruisingen hiertussen. Ach, wat zouden we die allemaal missen, zeg. Oh, kijk die Alano rechts. Holy fuck. Bestaat God? Ik weet het niet, maar dit is de duivel. Avada Kedavra. Maar helaas, die lijst met hoogrisicohonden die wordt niet meer gebruikt en van het fokverbod is niets terechtgekomen. Er worden baby's en kinderen doodgebeten en de overheid doet niks. Hij doet niks hoor, hè, braaf overheidje. Nee, je doet niks, hè? Nee, hij doet niks hoor, jongens. Nee, dit moet gewoon stoppen. Dit is gewoon, ja, heel goed. Wegwezen. En voordat jullie allemaal nu met je gevaarlijke hond naar de studio komen, hier in Den Helder. Nee. Ik bedoel dus niet dat de overheid morgen je gevaarlijke hond komt weghalen. Maar er moet wel iets gebeuren, want het is belachelijk dat er nu overal potentiële moordwapens door Nederland scharrelen. Dus overheid, doe iets. Namens de plastisch chirurgen, alle mensen die wel eens buiten komen en mijzelf. Tot zover. Tot zover. Kijk voor een compilatie van de avondshow Hoogtepunt op NPO Start. Jullie heel erg bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de maandag. Alvast vooruitkijken, dat kan niet. Maar je kan wel de hele aflevering zien op NPO Start.